Klinisch en ontwikkelingspsycholoog Lilian Ferrier is bekend om haar aandacht voor kinderen en adolescenten. Ferrier is vandaag beëdigd als minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. In een gesprek met onze nieuwsdienst zegt Ferrier dat de belangen van het kind altijd voorop moeten worden gesteld. Een van haar prioriteiten is dus dat alle kinderen goed onderwijs moeten genieten. Nou, als je kijkt naar de Surinaamse situatie, ik ben nu al 4 keer naar Genève geweest om te rapporteren over de situatie van de kinderrechten, gaat het niet goed met onze kinderen. Hè? En als je kijkt naar onze kinderen in het onderwijsproces, dan gaat het helemaal niet goed. En ik heb vorig jaar, of afgelopen jaar, heb ik dus een aantal dingen met onderwijsafdelingen gedaan. In het bijzonder die zorgsector, omdat kinderen dan ook goed begeleid moeten worden, speciaal onderwijs, al dat soort zaken. Suriname heeft het verdrag van mensen met een beperking geratificeerd vorig jaar. Dat wil zeggen dat ons onderwijs nu inclusief moet zijn. Een kind met een geboortetrauma of een kind met Down-syndroom of een kind met een lichamelijke handicap moet even grote kansen krijgen als elk ander kind. Ferrier zegt dat er nagegaan moet worden hoe deze kinderen een eerlijke kans kunnen krijgen. De onderwijsminister zegt dat zij met de kracht en hulp van God geen enkele uitdaging uit de weg zal gaan. En misschien zijn er mensen die dat niet begrijpen, maar ze zullen het ervaren. Want die God van trouw van mij, die verandert nooit. En wat hij zegt, en ik weet niet of jullie er waren, en dat is niet alleen nu wat ik het meekrijg, ik krijg het elke dag mee. Het is, ja, ik heb er geen woorden voor. Hoe geweldig je bemoedigd wordt aan je kind. Dus ik nogmaals in vertrouwen ga ik. Ferrier geeft verder aan dat zij al decennia bezig is met de Early Childhood Development, ECD. Onlangs is zij door de CARICOM gevraagd om ECD ook voor de regio te doen. Zij heeft echter geweigerd omdat het in Suriname nog niet is uitgevoerd. Ferrier zegt dat het nu duidelijk is waarom zij moest weigeren, omdat zij nu in de gelegenheid is om als minister het zelf voor haar land te doen. Lilian Ferrier dus, die vandaag op het presidentieel paleis is beëdigd als minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.